In de nieuwe stationshal is vanmorgen een huiskamer geopend waar reizigers even hun gemak kunnen nemen. RTV Arnhem was erbij. Met de VVV te openen. Vandaag de opening van de stationshuiskamer Visit Arnhem. Hoe is dat? Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Het station is natuurlijk een heel belangrijke plek voor Arnhem. Daarom zijn we ook zo blij dat het eindelijk klaar is na al die vele jaren. Een station is meer dan een gebouw. Het is meer dan een plek waar mensen overstappen. Het is ook een plek waar je heel veel mensen kennis kan laten maken. Met elkaar, maar ook vooral ook met alles wat Arnhem te bieden heeft. Een gezellige plek. Waar ook zeg maar, de VVV-functie in zit, waar mensen alle informatie kunnen halen, waar je een lekkere koffie kan drinken. Ik heb het in Rotterdam gezien, daar werkt het echt supergoed. En toen ik het daar zag, dacht ik, ja, dat moeten we in Arnhem ook krijgen. Dus daar hebben we met elkaar op samengewerkt. De VVV, de RBT KAN, de NS, hebben het allemaal samen ontwikkeld hier. En vandaag is het de opening, dus daar ben ik heel blij mee. Stations, huiskamer en Visit Arnhem, een unieke combinatie. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat hier nu hebben. Mensen verwachten ook de toeristische informatie op het station aan te treffen. En dat moet je op een hele fijne, gezellige manier doen. En dat kan hier in deze huiskamer. Maar je kan hier ook lekker een kopje koffie gaan drinken. Nog even wat uitzoeken als je even wat tijd over hebt. Je kunt hier afspreken. Maar als je overstapt, en loop je hier even binnen. En dan kun je wat informatie ophalen om de volgende keer terug te keren naar Arnhem en Arnhem te bezoeken. En nu donderdag nog, hè? Ja, donderdag de grote dag. Eindelijk, hele generatie hebben we erop moeten wachten. Maar het is eindelijk zover. Ik ben ontzettend blij dat station Arnhem eindelijk klaar is. Mevrouw van Burgstede, vandaag de officiële opening, stationshuiskamer en Visit Arnhem. Hoe vindt u dat? Nou, fantastisch, want dit is natuurlijk iets heel nieuws op het ontzettend mooie nieuwe station ook voor ons. Waarbij we zelfs de informatievoorziening voor de bezoekers aan Arnhem en die op doorreis zijn door Arnhem heen, ook op zo'n hele eigentijdse nieuwe manier gaan bedienen, om het zo maar te zeggen. In een huiskamersfeer, zodat je hier rustig je kan oriënteren op wat je gaat doen in de stad. Maar je kan hier ook wachten, je kan hier afspreken met bezoekers. En die combinatie van dat wachten, kopje koffie drinken met elkaar, maar ook de informatie, de toeristische informatie krijgen. Die is uniek en heel goed gelukt hier. Ja, het is een unieke combinatie, hè? Stationshuiskamer en Visit Arnhem. Hè? Ja. De toeristen hebben hier ontzettend veel aan, hè? Of de reizigers zo gezegd. Nou, de reiziger heeft hier zeker veel aan, maar Arnhem ook, vind ik. Hè? Want hier laten we ons van de beste kant zien. Je ziet dat er allerlei zaken, Arnhems zaken hier ook, nou, neergezet zijn, meubelen, de mode van Arnhem, het groen van Arnhem. Alles waar we bekend op staan en wat we graag uitdragen, voel je en beleef je meteen al in deze huiskamer. Arnhem kan hier trots op zijn, op deze stationshuiskamer en Visit Arnhem. Arnhem kan er trots op zijn. Ik ben er in ieder geval heel trots op. En nu donderdag nog, hè? En nu donderdag nog, maar dit is al een mooi voorproefje.